COVID was een baie slechte tijd voor ons, want dat was ons hele familie was geïnfecteerd met dat. En dat was sad omdat ons kan niks voor ons jaar doen, het is zo ziek was ons. Mijn oma had ons altijd gejaagd met dingen. En zij was ja baie ziek geweest, maar zij had steeds ons gejaagd. Zij was een sterke persoon in die proces. Ik had wel tijd dat ik onder bij mijn oma Roosendaal blij. Toen ik daarvan kwam met de huis kwam, toen was ik al reeds ziek. Maar man had ik geweten, het was COVID. En toen had ik mijn auntie het onder ziek geraakt en toen laat toetsen haar. En toen besluit mijn ma, zij gaan ook nog voor ons laten toetsen. Toen was het ik en mijn ma en mijn pa dat ons laat toetsen die maandag. Ja. En toen we daar uitslaat die vrijdag gekomen, dat zij positief was en ons uitslaat nog niet gekomen. En die zondag het mij nog gekomen. Daar was nog een juli maand, ja. Begin juli het ons laat toetsen. Toen het mij uitslaat die zondag gekomen, ja, en dat het mij nogal schitterend, want ik man het geweten, het was COVID geweest. En ik heb redelijk slecht gevoel, want ik heb geëten, ik kon niet geëten doen. En ik was bij je papperig, ziekerig en zo. Ik kon niet voor mezelf, iets maken om geëten. Ik was zo ziek was ik. Ik kon niet mijn bed opmaken en schoon gemaakt en zo. Nee. Ik heb bij je vergeet achtergeworden, maar ik denk dat komt nou weer. Zie je stadig, maar zie ik erbij. COVID, dit. Laat soms, zoals ik gezegd dat ik vergeet. Zo, ik moest meer raarder proberen om te leren. Ik heb meer ingezet. In school was ook meer diezelfde, want ons moest maskers dragen en ver weg van elkaar bewegen. En veel van elkaar afgewezen zit. Zo dat het ook een pak gaat. En dan was het niet meer dezelfde, want ons het een kleine groep klasse gekregen. En ons was bij een man in de klas geweest. En ons kan ook niet elke dag dingen gedaan het in die klas, want ons dus was een inperking. Ons kan niet al die werk gedaan het. We waren elke dag school gegaan en dit ons elke tweede week school toegegaan. Wat verander het? Ik heb bij een maat geworden, ja. En ik heb meer, kan ik nou zeggen? Ik kan niet meer dingen zo vinnig doen, dat is wat ik heb gedaan, ja. En ik kan ook iets zwaar goed, nou nog kan ik iets zwaar goed opdelen. Wat ik wel van kan zeggen is dat ik als een survivor van COVID. En COVID kan een mens bije ziek maken. Dus ik heb hem al 2 keer gehad en dat is een speeltje geweest. He. Want ik was bije ziek al 2 keer. En dat hulle net moet beseffen dat COVID rechtig bestaan. Ik heb gewaxineerd, ja, en dat was nog eens niet nieuwe effecten. Niet zo, ja. Ik zou zeggen dat alle moet alle vaccin gaan krijgen, want ik denk nog eens dat die jaar een beetje om niet meer erger ziek te worden, zoals wat voorheen. Dus dat ik voorheen ziek was, deed ik niet weer ziek geworden. Nee. Ja. Jethro, hou op. Amy, zij is net zo nodig. Als ik nog 1 keer met een van jullie ga praten, dan brandt jullie boude. Jullie zien moest ik het mensen hier binnen. Zo gedraaf jullie. En Amy, zit hier op haar telefoon. Gee die sop. Niet een van jullie vat wie, Annie. Sorry voor die girl. Maar zo gaat het me. Als je moest eerst van huis af wil ran.
Of course is ek blij dat ons nou in vlak 2 kan wiskel. Ek het die interactions met die mensies gemis. En natuurlijk ook die geld. Die extra centen maak groot gapings toe. En nou met die panic buying het winkels leeggeloop, jong. En die prijse het net opgegaan. Die pandemiek doen het glad nie vir mense in my industrie nie. Ek meen, ek is totaal en al afhankelijk van mense. En mense is mis nou obviously bang om uit te kom. Vooral nadat die nie so versprei het van my en my gesin wat COVID gehad het. Toe was die customers eerskaars soos 100 tanden. Don't get me wrong, girl. Ek weet mos nou my moet bang wees vir die virus. En ek weet ook hoe dit versprei. Mos nou die human interaction, obviously. Maar ek meen, hier sit jy met jou masker op. Ek het my dan nou afgehaal. Jy mind mos nie? Moet my net sê. Julle mens is mos lief om so achteraf te praat. Nee, moet nie sê julle praat die achteraf. Wie jy die mens van ons gepraat? Dat is eerlijk sê het, Vijay. Van sommige mense kan nie het verstaan. Want hulle is mis nou ignorant. En ons allemaal leer ek maar nou van die virus. Maar weet jy wat van my echt is? As die mense, van wie jy dit nie verwacht nie. Hulle, wat van beter moes gewet het. Hoe hulle ons soos garbage getreed het. Soos een vuil neppie wat in een swart zak gegooi en binnen een vullingslorie gedamp word. Serious girl, die huisgesin van my was getreed soos brandsiek honde. Soos mense wat me laat zet. Weet jy, ek wou amper lach as ek daaraan dink. Die mense was even bang om aan die kant van die sypakkie van ons huis te stap. Soos een vijand brand het ons COVID nuus versprei. En even skielik het mense wat vanochtend nog hier voorbij gestap het. In die middag as hulle weer voorbij kom, aan die ander kant van die pad gestap het. Kan skaars een hand of een kop oplig om te groet, net vannacht voorbij. Op een serious note, girl. Dan kom hy mos mense, nee, wat vir so'n kostpakkie of vir sarkie narkies moet kom aflever. Maar hulle kom eens in die jaagte, nee. Nee, hulle sit het lieverste achter die hekkie neer, ver van ons af. En geloof my, hulle kan nie wacht om so gauw as moontlik weg te kom. En dan skree hulle ook nog, Auntie Abby, ons het vir die narkies gebring. En dan maak hulle spore, soos mis voor die son, op een skroeiende somersdag. Kan jy dit glo? Kyk, as ons het nou die vriende gehad het, wat vir ons oor die foon kracht kon koop en stier nie, het ons ook letterlik in die donkerte gesit. Come to think of it, dat sou meer bearable gewees het, as die figuurlike donkerte wat ons tydens die tyd ervaar het. Dis asof ek toe die donker kant van die mens sien, en sien hoe mense sy attitudes toe naar jou kan change. So my net so, oor nacht. Het is asof my oor opgegaan het, vir hulle wat verstoot is, en geabandoned word, dier hulle loved ones. Het is asof ek meer appreciation gekry het, vir hulle wat weerloos is, en in een bos gedamp word, en aan hulle eie genade oorgelaat word. Daai my darling, as so ons gevoel het. En die ergste van my, die, bly die ergste van my, wat ek natuurlijk nie van die siekte kan verstaan nie, as dat nie een van ons in die huis enige symptoms gehad het van die siekte nie. Dit was so sondag gewees, wat ons gehoor het dat ons in contact was met sommige van die familielede wat positief getoets het vir COVID. And to be honest with you, omdat ek regtig die lus was, we gaan weer die maandagochtend hee, het ek sommige gevoel ek gaan my gaan toets. Net of ons wel paar dae by die huis te bly. Jy weet, een mens het soms een breik van die werk af nodig. Kyk om te juggle tussen 2 werke, om die pot aan die kook te hou, is geen grap nie. So, toe gaan toets ek in my man vir my daarboe by die hospitaal, en my man my kinders hier onder by die kliniek. En soos Murphy's Law dit wil hee, 3 days later, en ons allemaal op een streep is positief. Sonder kopseer, sonder keelseer, sonder fiewe. Spring lie my na gezond, maar positief. En met daai positief, toe lig die negativiteit van die mensdom uit. But I guess that's how one learns.
Julle leer hoe om in 'n klein huisie soos die oor die weg te kom met mekaar. As ook hoe om oor die weg te kom met die min. Kyk julle leer almal rondom jou se nikke en grille. So tussen ek en jy gesê, soms voel dit vir my, my man het meer mood swings as wat ek gehad het tydens al my pregnancies. Lockdown het dit uitgewys, darling. Ek sê vir jou, dis asof die lewe weer inzoom op dit wat die mens so makkelijk overlook het. Soos my liefste moeder, wat die nare hebbets het van goeders kan wegsteek. Soos een hond, wat die geheim ken, wat die been wegsteek, wat niemand kan vind nie. Weet jy nou? Especially as het kom by hy tee. Vir alles dat so min raak. Dan mag hy vrou seker, sy steek haar laaste paar sakkiekies weg. En volgens haar is het mos nooit vir haar selfie. Om mense koekies en snacks het ook gereeld spoorloos verdwijn. Ek weet die jong, dit was seker maar nog altyd so. Wat ek sê vir jou, lockdown was die goede uitdaling. Simpel goeders man, soos dit wat jy lief van jou mense, en dit wat jou irriteit van hulle. Julle leer wie om mekaar te appreciate, en mekaar net bloot te geniet man. Julle leer om die klein onsigbare dingetjies, soos om asem te hou, te appreciate. Kyk, jy het soveel tyd met jouself, dat jy nie kies het, maar om jou eie demons te vuis nie. Ek self het soveel myself ontdek, en ek het besef, ek had het om ingeperk te wees, om afgesnyd te wees van mense af. Kyk, as 'n enkel kind was ek mos altyd die freedom gegee, om daar 'n maatjies te kan hê, en tussen ander maats te kan kom. Dis mos toe hoe ek die fijn gekry het, during the heavy lockdown. Meisie, ek was nog op die pad na curfew, toe die treffiekops my tot orde roep. Stop net daar, damiekie. En waarom toe is jy so laat op pad? Jy weet mos goed, jy oortree 'n ernstige reël. Sorry meester, ek is op pad huis toe, en ek ry mos alleen. Ek is nie gevaar vir enige jy nie. Ek meen, dat sê asof ek op die pad loop met tussen mense sonder 'n masker, waar ek iemand moontlik mag aansteek nie. Hou jy vir jou slim, juffrou? Dis mevrou, dankie. Ek is immers getroud, soos jy kan sien. Nou goed, mevrou. Geef my jou bestuurslisensie. Dankie. En net daar, girl, net daar en dan, kree ek 'n fyn van 'n dikke R1500. Ek meen, ek weet ek het my nou 'n bietjie slim gehou, maar ek het my so nie gedink, hy gaan regtig vir my 'n fyn gee nie. Ek bedoel, wat het geword van die mense kling of waarskuwingkie gee. Ek het my bestie gaan visit, en ek moraal so 'n bietjie gaan lig. Mense sal wel heavy van depression, nou in die COVID-tyd. Especially during the heavy lockdown period, sê ek veel. As die goddelike waarheid. My hart bloei ook in die tyd vir die victims van gender-based violence en child abuse. Daai arme siele is vasgevang soos bandiete in 'n tronk. Dit moet 'n sel van jou wees om met daai monsters so geforseer te wees om die heel goddelike dag saam met te wees. 24 hours, 7 days a week, tot wanneer Mr. President en sy slim kabinet nou eendag besluit, enough is enough. As true, meisie, as hulle maar net weet, 'n man het al genoeg gehad van hulle. Hulle is net die know-it-alls. Wat op ernstige noot, 'n mens het dageliks gehoor van so 'n klomp mense wat die een na die ander gesterf het, of in die hospitaal gelê het en ernstig feit vir hulle lewe. Scary time, sê ek ook, ja. Mense met wie jy klein tydjie terug nog lekker gesels het, of net ewen verby gery het, wat ewe skielik nie meer daar is nie. Jong moeders, wat gesterf het aan die siekte, wie se kindertjies nou sonder 'n ma moet groot word. Daai, maak dat jy 'n ander uitkyk het op die lewe. Vir alles is jouself 'n ma, my darling. Of soos in my geval, nog bevoorreg is om 'n ma te kan hê. Wat self 'n high risk is, hoor. En jy is net dankbaar
dat die Heere vir jou en jou mensies uitgespaar het. Van glo my, my ma is my alles en my gesin se rots. En sy self is al deur baie. En ek steun swaar op haar. So ek is thankful, man. Dat is fijn is. Ook die echte nadel, nou begin ek klaar van ligte kopseer en een beetje dronk voel in die kop. Maar daai was nothing compared toe sommige van my vriende sommer lekker siek was. Daarom strange, nee. Hoe allemaal van onze lichaam different is en different leer je act op diezelfde ding. Mami, waar loop mami nou nog rond? Nee, mami kan ons nou nog skillum domino's gaan spelen oor kan die pad bij die kaitie nie. Die polisies, hulle gee mos fines uit nou. Mami, weet dan, wat met my gebeur het, hulle is baie spiteful. Anyways, sal mami asseblief ons iets in lugs maak om te eet, man? Soos mami kan sien, draai ek vast met die kliënt en aldoos besig met kerksake. Ah. Ja, girl. Maak die saak of het COVID is. Die mens het nog steeds die Here nodig. Vooral nou, meer as ooit. So my man moet maar aan die gemeente hier sy geestelike behoeftes omsien. Hulle is het ook maar nou op die phone via livestream. Die gospel moet uit. Maar dat is ook maar alle rede hoekom ons hier is, nee. Stem hier saam. Van mekaar. Ons is ook maar niks onder mekaar, nee. Ek het vir hulle in die tyd besef. Dis hoekom evens die Here sê, ons moet mekaar niks skuld nie. Al wat ons mekaar moet skuld, is om mekaar lief te hê. As ons dit kan leer, as ons dit kan regkry, is true my seek stem, dan sal ons mekaar soos melaats hanteer nie. Ons almal is net vlees en bloed, stofbewoners van die aarde, wat anyways net hier is vir bepaalde tydperk. Jy? Sit daar die TV daar kies, ja? Ha? Lijks gij ook die song? Lach my klaar. Oos mense kan al van hulle fools maak, ne? As waar wat jy daar sê, a mens kan nie stilstaan op die muziekie my skat. De minste is die song nog gelag, want op die oomlik in die hele wereld. Moet niet zo snel zijn die kop. Ik ga ook klaar naar voren en samen met mijn man. Yes, Maisie. Yes, Maisie. Yes, hey. Yes. Kom, het is klaar. Hoe ik het zo'n stukje dans, misschien. Kom, het is klaar. Oeh, flip. Mami. Aldo. Het jylle vergeet om kracht te koop? O, Allah! Ek het nog in die vrouwse haar kraag blauw nie. Wat sê jy, Aldo? Loud shedding. Nie jou jou Eskom. Dat is nou die kersie op die koek. Kyk, al wat ons nou kan doen, is lach, my schat. Want om te huil, baat ook niks mee nie. Hoe sê jy, girl? Ja, jong, my ma geloo in haar kersie. In die onvoorspelbare tye, moet jy wees soos die vyf verstandige maagde. Jy moet seker maak, jy het olie in jou lamp. Kyk, jy sê my nou net so met haar moet loop, jong. Jy kan morgen weer terugkom. Dis daarom donker hier buiten, die man ga jou sien nie. As mami mal, dis curfew, gaan mami so op by die fijn betaal. So gedink. Daoyami, ai kolana, buso ami, au kolana. Kilondolose, zuhambe nami. Daoyami, ai kolana, buso ami, au kolana. Kilondolose.